Is voor mij ruimte en vrijheid. Als je naar de Wadden toe gaat, altijd op de boot natuurlijk, dan ontstaat er een soort vertraging eigenlijk in je drukke doen en laten. En ik heb een drukke baan. En als je dan de luchten ziet, de ruimte, het water natuurlijk, dat is zo rustgevend. Ja, ik ben een boerenzoon, dus ik ben geboren op het platteland tussen de weilanden en de vogels. Dus ik ben een enorme liefhebber van groene weilanden, verre gezichten ook, dat vind ik ook heerlijk. En de vogelgeluiden, hè, de watvogels, de watervogels, dat is wat mij betreft een feest. Echt een feest als je daar bent. Een mooie herinnering van mij is een indrukwekkende toespraak van Wubbe Ockels kort voor zijn overlijden. Dat was in de periode dat we daar op de Schelling bij elkaar waren voor een natuur- en milieuconferentie die we daar ieder jaar met elkaar hebben. Wubbe kreeg daar een prijs voor zijn levenswerk, de Brandarisprijs. En hij heeft daar in een geweldige speech duidelijk gemaakt dat wij allemaal astronaut van de aarde zijn. Hij was de astronaut natuurlijk in de ruimte. Maar ieder mens heeft een rol en een verantwoordelijkheid om de aarde te beschermen voor vervuiling. En vooral andere kwade zaken. De manier waarop Wubbe dat onder woorden bracht was zo indrukwekkend dat we daar echt in tranen min of meer een soort afscheid van hem hebben genomen. En het bijzondere is dat hij zijn speech daar eindigde met muziek. En Wubbe met zijn zieke lijf stond daar in het duinpan op de Schelling op een hele mooie manier ook nog te swingen. Dat was werkelijk een onvergetelijk moment.